misschien dat ik mee, een stukje met deze mevrouw meerijden mag. Dat kan wel. Ja? Gaat u bij het raam zitten dan? En met wie rijd ik een stukje mee? Met Annie Hooiveld. Mag ik Annie zeggen of mevrouw Hooiveld? Oh nee, gewoon Annie ben ik. Ja? Ja, zeker. Nou, dan ben ik gewoon Gerben. Annie, waar ga je naartoe vandaag? Ik ga naar Groningen. Een dagje winkelen met mijn dochter. Met mijn jongste dochter. Wat leuk. Doe je dat vaker? Nou, niet zo heel vaak hoor. Nee, een paar keer per jaar zo. We hebben het druk, dus... En woont ze in Groningen of zo? Nee, ze woont zelf in Opende. Opende woont ze. Dus zij... Ze woont in Opende. Maar waar is ze dan nu? Zij staat bij de trein straks met haar zoontje. Dus daar halen ze me op. Ook nog met kleinkind? Ja, klein Sam, ja. Dus het is een gezellig dagje weg, ja. Kan wel zeggen. Dus, en als je, ik heb zo'n jaarkaart, van, zo'n abonnementskaart van Spoorwegen. Dat is heel ideaal, dus dan zoek ik die gratis dagen uit en dan neem ik een dagje voor mezelf. Maar hoe kom je dan aan zo'n jaarkaart? Moet je een bepaalde leeftijd hebben of zo? Nee, dat kan iedereen bestellen, zeg maar. Dat zou ik ook kunnen doen? Dat kan ook, ja. Dus die reis eigenlijk jaarlijks met 40% korting. En dan krijg je dus 7 kaartjes. Dan kan je dus 7 dagen gratis op reis. En kan je dan het hele land door of is het op bepaalde trajecten? Het hele land, ja. Het hele land? Ja, het hele land, ja. Nou ja, ik heb het niet nodig, want ik neem gewoon dit ding mee en dan rijd ik ook gratis. Ja, misschien is dat ook een optie voor mij om dat te doen. Nou, als u het leuk vindt, van mij mag het een keer hoor. Nee, zeker. En waar komt u nu vandaan? Ik kom zelf uit Bellicum. Dus ik ben eerst met de bus gegaan en dan zit ik hier. Dus, ja. Maar dan, dat is ook een halve wereldreis dan om in Groningen te komen, hè? Mee hoor, het openbaar vervoer is goed, dus daar heb ik helemaal geen klaag over. Nee. En wat doet u in Bellicum? Wij zijn ondernemer. We hebben dus een kas met bloemen. Oh, oké. Okay. Ja, dus vandaar dat ik dus af en toe eens even een dagje weg wil. Ja. Daar zit het. En wat voor bloemen hebben jullie? We hebben op het moment chrysanten komen eraan. En daarna zullen we volgende week planten voor de brassica. Voor het voorjaar hadden we violen. En leeuwbekken zijn er net uit. En de violieren. Dus, Nou, de meeste die u opnoemt, die ken ik hoor. Want chrysanten koop ik altijd voor mijn vrouw. Want dan hoef ik de eerste 3 weken niet... dan hoef ik de eerste 3 weken niet weer. Hè, want die staan altijd zo lang. Grote pluizen zijn dat, hè, van hier bollen, ja. Maar u noemde ook brassica? Ja, zijn sierkooltjes. Ja, dat zijn van die gekleurde dingetjes die in de tuin kunnen. Ze kunnen in de tuin, maar ze kunnen dus ook in de boeketten. Ja. Rode en witte. Ja. Nou, heel interessant. Misschien kom ik wel eens een boeketje bij u halen. Nou, dat mag u zeker doen hoor. Ja. Nou, spreken we dat vast af. Zeg prettige dag vandaag en de groeten aan dochter en kleinkind. Zal doen, ja.